Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben afgelopen week naar de huishoudbeurs geweest en ik heb daar best wel wat dingetjes gehaald. Ik heb niet super veel gekocht, maar ik heb ook heel veel gratis gekregen. Want hey, op een huishoudbeurs krijg je heel veel dingen gratis. Ze hebben dit jaar ook een app gelanceerd en dan kon je echt een aantal dagen voordat de beurs begon, kon je daar in krassen met cadeautjes. Want dan kon je elke dag een prijs winnen. En ik heb ook een aantal prijzen gewonnen en die heb ik ook opgehaald. Dus het leek me gewoon leuk om jullie te gaan laten zien wat ik nou zoal op de huishoudbeurs heb gescoord of gekregen. Dus ik dacht het is wel leuk om daar een aparte video over te maken. Mocht je benieuwd zijn naar de spulletjes die ik daar zoal heb weggehaald, zou ik zeker zeggen, kijk even gezellig mee met deze video. Ik ga beginnen met deze shopper. Dit was de shopper die dit jaar werd verkocht. Elk jaar wordt er een shopper op de huishoudbeurs verkocht en daar zitten dus producten in. Ze kondigen deze shopper aan voor €3,50. Uiteindelijk betaal je €5 en kun je via Scoopy 1,50 terugkrijgen. Nou is het zo dat bij mij die bon er niet in zit. Dus ik kan die €1,50 niet terugvragen. Maar ik heb wel eventjes een berichtje naar de huishoudbeurs gestuurd. Dat bij mij die code er niet in zat. Zodat ik dus nu mijn €1,50 niet terug kan vragen. En voorheen waren ze gewoon €3,50. Maar ze werken nu tegenwoordig samen met Scoopy. Ik weet niet hoe lang dit al is. Maar Scoopy staat er natuurlijk onbekend. Dat je geld terug kunt vragen. Ook voor bepaalde producten die je in een winkel koopt. Maar ik ga eventjes beginnen om deze shopper leeg te halen. Om te laten zien wat hier zoal in zat. Volgens mij verschilt de inhoud qua smaken zeg maar, van de producten wel. Want ik ben bij mijn zusje geweest en mijn zusje die had een aantal andere smaken van producten erin zitten. Maar ik ga gewoon even laten zien wat hier onder andere in zat. Allereerst zaten de Sunbaked Wavy Grains in. Dat is deze zak. Ik heb hem met de smaak Sea Salt Flavor. Ja, dit zijn gewoon ja, of het een soort chippies zijn of koekjes. Ik weet het niet zo goed. Ja, chips staat er achterop. Krokant en meer granen voor een heerlijk tussendoortje met 33% minder vet. En ik had dus de smaak Sea Salt. Dan van Bolletje de lichte crackers. Ik heb hem met spelt en havermout. Dit zijn dus gewoon 4 crackers. Worden voor vezels, dun gebakken. Ja, je kunt ze beleggen. Misschien kun je ze ook wel gewoon zo eten. Ik heb hem dus ook met de havermout smaak erin. Het zijn vaak nieuwe producten, dus die zat erin. Ook een fles met Rivella. En dit is Rivella zonder prik, vermoed ik. Ja, deze is koolzuurvrij. Ik heb hem in de smaak persik. En er zit 1 liter in. Dat vond ik best wel veel. Ik vraag me ook af of er nog statiegeld op zit. Ja, er zit ook nog statiegeld op van 25 cent. Dus je krijgt ook nog 25 cent terug. Maar ik vond het echt wel een hele grote fles. Dus, en ik was blij met de smaak persik. Want ik ben dol op persik smaak. Dan heb ik ook allerlei losse papieren. Dit zijn gewoon ja, reclamefoldertjes natuurlijk. En iets van honing. En, ja. En dit is dus die Scoopy Cashback. Hier staat trouwens ook op wat er allemaal in zit. Maar ik heb dus niet de juiste code. Dus daar moet ik nog even kijken of dat ik die eventueel nog kan krijgen. Oh, de plattegrond, die heb ik er ook in zitten. De plattegrond van de beurs. Ik vind het gewoon leuk om te bewaren als een soort van aandenken. Dan zit er een Capri Sun pakje in. Dit is een Fruity Water Mango Passion fruitsmaak. Deze heb ik nog nooit op, maar ik ben wel dol op Capri Sun. Dus op zich ben ik wel benieuwd naar deze nieuwe smaak. Er zit van honing Vajitas kruidenmix in. Voor wraps geloof ik. Het is een mix Mexicaans zakje. Maar hier kun je dus ja, een maaltijd mee bereiden. Ik weet niet precies wat. Ja, ik denk gewoon Mexicaanse wraps of zo. Want hier voorop staat dat je wraps nodig hebt. Kipfilet, rode paprika, gele paprika en ijsbergsla. Voor 4 personen in ieder geval is dit zakje. Dan van Oreo deze crispy en tin koekjes. Ik heb ze in de smaak chocolate crème. En hier zitten ja, 16 Oreo koekjes in per 2 verpakt. Dus ik denk 8 pakjes. Volgens mij is dit ook nieuw. Ik ken dit ook niet, maar nou ja, goed. Een blikje Amstel Radler met 0% in de citroensmaak. Die vind ik heel lekker, dus daar ben ik wel blij mee.
Ook zat er nog een blikje met Heineken in, 0%. Ik ben niet echt bierfan, maar nou ja, misschien drink ik hem wel gewoon op. Ja, om te proberen. Ik hou niet zo van normaal bier, maar misschien is het wel oké. Dan zat er een rolletje met mentos in. Dit is de choco en karamel. Ook lekker. Er zit een proteïnebar in van het merk Lift. Ik heb hem in de smaak chocolate almond. Het is gewoon zo'n chocoladereep met ja, een krokante bite, denk ik. Ik ken het verder niet, maar ja. Ik denk dat het heel, heel geschikt is voor als je ook sport of zo. Een mini flesje met Listerine mondwater. Volgens mij is dit een gewone variant. Het is sowieso een testertje, maar... oh, met green tea, groene thee. Nou, ik ken deze niet. Ik ken wel normale Listerine, maar deze ken ik nog niet. Dus nou ja, ik gebruik wel altijd mondwater, dus het komt altijd wel van pas. Dan zat er een heel klein tubetje tandpasta in van Aquafresh. En dit is de Intense Clean Long Lasting Fresh Feeling. Het zou 8 keer zijn. Ook een nieuwe. Deze is ook gewoon een klein testverpakkingetje. Deze zal waarschijnlijk nieuw in de winkel zijn. En het laatste wat erin zat is van Trickle Moon. En dat is de Exotic Cliché Sorbet. En die is een handcreme. Een heel klein schattig exemplaartje. En die ben ik ook heel blij mee. Want ik was heel erg benieuwd naar producten van het merk Trickle Moon. Dus ik ben wel benieuwd ja, of dat dit lekker ruikt. Er zit ook nog een kaartje op met... kortingscode, er staat op zeg, mooie meid, niets vergeten. Bij aankoop van een bad- en showergel ontvang je een body scrub. Deze actie is alleen geldig bij het Kruidvat. Tegen inlevering van een originele actiecoupon. Geldig vanaf 26.02 tot en met 25.03.2018 op alle varianten. Dus die zat er ook nog in. En dan is deze tas leeg. Maar ik vind de inhoud wel heel goed. Voor 5 euro heb je echt wel een hele goede inhoud. Dus daar ben ik echt wel tevreden over. Dat vind ik wel heel erg leuk. Dan ga ik door met deze sloffer. Deze sloffer is van de Remia. Ik vind hem heel erg leuk. Er staat Home Sweet Home. Home op. Celebrate good times. Come on. Dus deze kreeg je gratis bij aankoop van Remia Frietsaus. En ik heb 2 grote flessen gekocht. Dit was 4 euro, maar dit zijn van die XL flessen en die gebruik ik heel graag. En dit was eigenlijk een hele goede aanbieding, omdat ik ja, en veel van deze frietshuis gebruik en ze in de winkel een stuk duurder zijn. Dus ik heb 2 van deze flessen gekocht, want dan kan ik gewoon weer eventjes vooruit. En ja, dat vind ik gewoon wel heel fijn. En dan kreeg ik dus deze shopper gratis bij. En ook een frietje. En die kreeg je daar gewoon zeg maar bij de Remia kraam. Je kreeg een bonnetje. En ja, dan kon je gelijk dat frietje met ophalen. Dus dat, dat was dat. En dan heb ik nog een boodschappentas. En hier zitten eigenlijk de producten in die ik een aantal heb gekocht. Maar ook heel veel gratis gekregen. Dat is deze tas. Deze tas die heb ik ook gratis gekregen bij de ingang. En die ga ik nu met jullie leeghalen. En ik zal even beginnen met een aantal gratis producten die ik heb gekregen door het krassen in de app. Zoals ik dus straks al zei, je kon elke dag een vakje krassen en er zat dan een cadeautje achter. En ik heb 2 potten met mayonaise gewonnen. En dit is van Remia. Dit zijn de Remia's Legendary Real Tasty Mayonaises. Ik heb hem in de Classic Rice-up. Dus dit is gewoon een klassieke smaak. Er zit 350 ml in zo'n pot. Dus deze die had ik dus gewonnen. En ik had er nog eentje gewonnen. En dat is de Lemon Pepper. Dat is deze pot. Dus ook deze heb ik gewonnen. Ik weet niet of ik dit heel lekker ga vinden. Maar goed, weet je, je hebt het gewonnen. Dus je gaat het sowieso ophalen. Vind je het zelf niet lekker, kun je er altijd iemand anders blij mee maken. Dus die heb ik sowieso. Dan won ik ook popcorn. En deze zit gewoon afgesloten. Ik had zelf verwacht dat ik echt
popcorn in een bakje zou krijgen. Maar ik kreeg gewoon popcorn in zo'n bekertje. Dat vond ik op zich wel fijn. Want dan hoefde ik hem ook nog niet gelijk op te eten. En zo kon ik hem gewoon meenemen. Maar hij is een beetje gedeukt door zijn vervoeren. Want ja, je gaat in een trein en alles. Oh, hij is weer ondeukt. Je kon kiezen uit zout en zoet. En ik heb gekozen voor zoete popcorn. Want ik hou niet van zoute popcorn. Dus deze heb ik opgenomen. Dan heb ik wel een gratis product. Ik heb deze niet gewonnen. Deze kreeg je gewoon gratis als je je inschreef voor de nieuwsbrief. En dat is van Tefal. En dat is dit schort. Die ziet er zo uit. En daar staat dus heel groot Tefal op. Ik had zelf geen schort, maar dat kan natuurlijk soms best wel van pas komen. En ik vond dat wel leuk. Dus deze die hadden mijn zusje en ik allebei gratis. Ik zal hem er eventjes een beetje opvouwen, zodat het een beetje normaal eruit ziet. Maar daar ben ik ook wel heel blij mee met een schort. Dan weer even door naar gewonnen prijs. En dat was dit een opvouwbaar tasje van de SBS6 stand. Ik ga het nu niet uitvouwen. Ik zal even kijken of ik een afbeelding bovenin kan neerzetten. Zo kan je een beetje zien hoe die eruit ziet. Maar dit is dus inderdaad zo'n opvouwbaar tasje. En dat komt altijd wel van pas. Maar ik heb hem nu niet nodig. En als ik hem nu ga uitvouwen, krijg ik hem nooit meer ingevouwen. Maar hij is wel lekker compact. Mooi klein plat in exemplaar. Dus dikke prima. Dan had ik ook 8 e-boeken gewonnen. En hierin zit gewoon een code die je kunt invullen. En dan kun je dus 8 e-boeken downloaden. Ik hou even mijn hand op de code. Maar hier staan de boeken die je kunt downloaden. Dus ja, ik heb volgens mij geen keuze. Maar goed, je krijgt het gewoon cadeau. Dus weet je, ik ben gewoon blij met alles wat je krijgt. En dan heb ik dit gewonnen. Dit is van Keukenprins. En hiermee kun je zelf lekkers maken voor je hond of kat. Ik kon kiezen voor een honden- of een katten-exemplaar. Ik heb natuurlijk voor katten gekozen. In deze beker zit een hartvorm, gebakvorm, leuke recepten en lekkere zalmpathee. Ik zal hem even eruit halen, zodat ik jullie even kan laten zien hoe dat eruit ziet. Ik had hier zelf nog nooit van gehoord. Maar hier heb je inderdaad een tube met zalmpathee. Hier zit 75 gram in. Hier kun je dus allerlei lekkere recepten voor maken. En ja, oké. Okay. Dan heb ik hier een hartvorm. Hier kun je dus die zalmpathee in maken. Nou, ik denk niet dat het mijn katten uitmaakt hoor. Of ik een hartje gebruik of een rondje of whatever. Maar het is wel leuk. En dit is denk ik het receptenboekje. En hier staan dus een aantal recepten in die je kunt gebruiken. Ik zal eens even kijken. Dit moet je echt bakken, jongens. Oh, dit moet je echt in de oven bakken. Kijk, zo zou dat er dan uit kunnen zien. Ik weet niet of dat echt geschikt is, jongens. Ja, het zal wel. Ze zullen wel weten wat ze doen. Maar ik vind het best wel bijzonder. Je kunt ook shakes maken. Nou, je kunt van allerlei dingen maken, zo te zien. Ik heb geen oven, dus ik kan het voorlopig sowieso niet doen. Maar als het echt gebakken moet worden, dan denk ik wel van, gaan mijn katten dat echt lekker vinden? Ik vraag me af of ze dat wel gaan eten, eigenlijk. Maar goed, ik had het gekregen, dus ik ben er blij mee. Dan waren dat de prijsjes die ik op heb kunnen halen. Daarnaast heb ik met mijn zusje ook nog een hele leuke foto gemaakt. Die kan ik ook even laten zien. Ik heb hem even gepakt, want ik had hem hier al in mijn rek staan. Dat is deze. Ja, het bord heeft mijn zusje gekozen. Maar deze hele leuke foto, die ga ik even inscannen, zodat zij hem ook heeft. Dan hebben we hem ook digitaal, want je kreeg er maar eentje mee. Maar ze heeft echt zo'n bord op mij gericht, van waar ze mij kon inleveren. Maar ik vind het een hele leuke foto. Nou, dan ga ik weer even door met wat producten die ik gratis heb gekregen. Dat is onder andere het eetmaatje van het voedingscentrum. Hier zit nog een verhaal achter, want ik was op zoek naar een bak, zeg maar, of een bakje die je gewoon kon uitmeten. Als je alleen bent, is het heel moeilijk om pasta af te meten. Nou,
toen hoorde ik dus dat je bij het voedingscentrum eetmaatjes had. En ja, nou is het zo dat je die kon bestellen. En dan was het eetmaatje gratis, maar het verzenden was €6,95. Ik wilde dit sowieso gaan doen. Ik was er nog niet aan toegekomen. Ik had zoiets, nou ja, goed, weet je, dat komt wel. En toen kwam ik dus op de huishoudbeurs. En toen zei mijn zusje, kijk, ze hebben eetmaatjes. Serieus? Dus wij hebben allebei een eetmaatje gekregen. En hier staat gewoon duidelijk aangegeven hoeveel personen het is. Ik zal even dit eraf halen, dan kun je dat ook zien. Je hebt hier, er staat op, de aantal milliliters staan hier op. Het is heel moeilijk te zien hoor. Couscous, rijst, risotto. Aan de achterkant heb je macaroni, fusilli, pennen, farfalle en Piper Ricate. Er staat gewoon allemaal opgemeten dat het voor één persoon is. Voor mij is dit echt ideaal. En ik ben zo blij dat ik deze nu gewoon gratis kreeg bij de huishoudbeurs. Omdat het, ja, misschien scheelt mij gewoon verzendkosten. En hij werd gewoon gratis uitgedeeld. Hier ben ik echt heel blij mee. Omdat ik deze gewoon echt heel graag wilde. Dus dat was echt een heel fijn iets. Dan heb ik dit gratis spelletje gekregen. Dit is van Goliath, dat spellenmerk. En dit is gewoon een klein exemplaar. En deze kreeg je als je inschreef voor de nieuwsbrief van de spelletjes. Dus dit spelletje. Het is een Sugar Cubes, zo heet het spel. Het is een absurd en grappig spel, staat hier. Je moet 8 dobbelstenen gooien en dan moet je dus de langst mogelijke zin creëren in 20 seconden. Het resultaat is hilarisch, zelfs als de zin grammaticaal correct is. Dit is gewoon natuurlijk een probeerversie. Als je een volledige versie koopt, zitten er meer kaartjes geloof ik bij. Tenminste, dat stond op de kraam aangegeven. Het is een spel wat je kan spelen vanaf 8 jaar. 8 plus staat erop, maar ja, kinderen van tegenwoordig die zijn vaak al zo wijs voor hun leeftijd dat ik denk dat plusje niet zo heel veel uitmaakt. Je kunt van 2 tot 6 personen dit spel spelen. En het duurt ongeveer ook maar 15 minuutjes. Het zijn best wel korte spelletjes. Ik heb hem nog niet uitgepakt. Maar ik vind het vaak wel leuk om met mijn zusje te spelen. Achterop zie je een beetje wat hier allemaal in zit. Je hebt dus een zandlopertje voor de 20 seconden. Nou, dit is natuurlijk de kube waar het in zit. En je hebt 8 van die dobbelsteentjes. Zoals ik al zei, als je de volledige versie koopt, zitten er meer van dit soort dingen in. Maar ik had dit nog nooit gezien. Mijn zusje heeft die grap ingeschreven. Die heeft een die heeft een koffievariant gekregen. Ze hadden geloof ik 4 verschillende en je kreeg gewoon een spelletje. Dus nou ja, hartstikke leuk, want je hebt het gekregen. Dus ik vind het heel erg leuk. Dan heb ik ook een brillenpoetsdoekje van de Hans Anders gekregen. Nou ja, ik heb een bril en ik vind, ja, het is heel fijn om een doekje te hebben. En ja, ze hebben nieuwe brillenpoetsdoekjes, die zien er zo uit. Super handig, omdat ik een bril heb natuurlijk. Dan heb ik nog 2 gratis pakjes met Capri Sunne gekregen. En dit zijn de Black Currants variant. Dit zijn volgens mij allemaal nieuwe smaakjes. En je krijgt gelijk 2 pakjes. Deze kregen we bij het weggaan. Hartstikke leuk natuurlijk. En ja, gewoon leuk om te proberen. Ik ben nog niet zo bekend met dat fruity water. Maar omdat ik hier ook al in de huishoudbeurs tas had zitten, ben ik wel benieuwd of dit lekkere smaakjes zullen zijn. Even. Dan heb ik nog een chocolade karamel zeezout. Pijnenburg ontbijtkoek gekregen. Dat is deze. Dus ja. Ze zijn niet zo heel lang houdbaar trouwens, tot en met 25/5/2018. Maar nee, die werd ook gratis uitgedeeld. Even kijken of ik meer heb. Oh ja, een lege batterijlevenzin is een bewaarbox voor je lege batterijen. Die kun je dus in elkaar vouwen en dan kun je dan je lege batterijen in doen. En dan kun je ze gewoon in één keer wegbrengen. Dus wel leuk. Ik heb een roze gekozen. En in die boodschappentas van de Mango zat een lepeltje voor je kiwi. Hiermee kun je je kiwi uitsnijden, opensnijden, uitlepelen en genieten. En dat ziet er dan zo uit. Dus deze zat samen met dit rolletje al in deze tas. Die dus al bij de ingang, voordat we überhaupt binnen waren, werden uitgedeeld. Superleuk.
Even kijken. Dan laat ik nog even de laatste dingetjes zien die ik daar heb gekocht. En dan was dat het. Ik heb een soort van sleutelhandje van de Red Bull. Hier staat informatie op over Red Bull. En ja, je kon daar Red Bull proeven. En er staan allerlei smaakjes in. Gewoon heel veel informatie over Red Bull. Hartstikke leuk als je daar ook echt van houdt. Ik hou ook wel van Red Bull. Dus ik heb ook, ze hadden een actie, we konden Red Bull proeven. Dus ik heb ook een treetje met 4 blikjes gekocht voor 2 euro. En je mocht zelf 4 smaken samenstellen. Dus ik zal even laten zien welke smaak ik heb. Ik heb de Orange editie. Die heb ik daar geproefd en die vond ik zo lekker. Dus ik dacht, die wil ik sowieso meenemen. Ik heb een gewone originele. Mocht je deze video kijken en je denkt, goh... Red Bull, het is niet gezond. Nee, ik weet het, maar het is wel heel lekker. Dus ik heb het wel gewoon gekocht. Omdat mijn zusje en ik gewoon dol zijn op Red Bull. En wij dus dit een goede actie vonden. Dus dat was even tussendoor. En ik heb 2 keer de Tropical. Hier heb ik er 2 van. Omdat ik deze gewoon echt heel lekker vind. Dat is echt een van mijn favoriete Red Bull. En daar zit dus ook nog een informatie bij met nieuwe smaken. De cola, die was er volgens mij al, maar die werd dus bij de deur ook nog een keer uitgedeeld. En als je 4 blikjes Red Bull koopt in een 4-pack, dan krijg je ook je aankoopbedrag terug met een kortingscode. En er staan dus ook de supermarkten bij die hier aan meedoen. Voor 1 mei. Dus in feite zou je dan zeg maar 8 blikjes Red Bull hebben voor 2 euro. Dus dat is een beetje het idee erachter. Maar wij hebben allebei een treetje met Fiek gekocht. Even kijken. Dan heb ik nog wat gekocht. En dat is iets voor decoratie. Dat vond ik gewoon heel erg leuk. Dat is dit hartje. Met een tekst. Er staat op, a home without a cat is just a house. Nou ja, ik ben dol op katten en ik kan niet zonder deze beestjes. Dus ik vond deze wel heel erg leuk. Mijn zusje zei, die past echt heel goed bij jou. Mocht ik een nieuw huisje krijgen, vind ik het heel leuk om deze ook in een nieuw huisje op te hangen. Of even in mijn rek wat hier aan de muur hangt. Deze was 1 euro en ik vond dit echt super leuk. En dan het laatste wat ik kocht op de huishoudbeurs. En dat is deze mazzeltas. En hier zit... make-up in en hebben dingetjes. En je weet van tevoren dus niet zo goed wat je koopt eigenlijk. Omdat hier dus verschillende producten in zitten. Er kunnen producten in zitten van Royal Cosmetics, Sephron en W7. Ik zal even laten zien wat ik erin had zitten. Zo'n tas kost 5 euro. En ja, je krijgt gewoon best wel een hele grote inhoud voor. Er zit zo'n tasje in. Dus ik zal even laten zien wat ik erin had zitten. Als ik het knopje open krijg. Ja, ik heb hem open. Van Lip Silk zat er een strawberry lipbalm in. Dit is gewoon zo'n soort eitje. Ik ken dit merk toevallig niet, maar het is een 100% natural product, staat hierop. Dus ik ben heel erg benieuwd. En ik ben dol op aardbei, dus nou ja, dat was mazzel dat die erin zat. Ik had er een haardonut in zitten, weliswaar een bruine, dus ik weet niet of dat bij mijn haar kan. Maar deze haardonut die kost alleen al 3,99, staat hier achterop. Dus misschien wel leuk om te weten, staat hier ook een prijs op trouwens. Dus ja, haardonuts zijn wel handig. Het is wel een kleintje, dus hier kun je een klein knotje mee creëren. En misschien dat ik hem wel een beetje kan verbergen met mijn haar eroverheen. Maar dat maakt niet zo heel veel uit. Ik had er ook van King Kwang oogschaduwapplicators in zitten. Ook heel erg leuk. Ja, heel verrassend ook zeg maar. Deze zijn ook heel erg handig om bijvoorbeeld nagelpoeder aan te brengen. Dan zit er van Revlon een expert tweezer in. En deze is al los. En dit is een gouden tweezer. En ja, tweezers die, oftewel pincetjes, die heb je eigenlijk. Die komen altijd wel van pas. Dus deze vond ik ook wel heel erg leuk.
Dan zit er iets in wat ik niet zo goed kan thuisbrengen. Dit is een toy. Ja, volgens mij is het iets van speelgoed. Amazing. Oh, het is een helikoptertje. Die kun je in elkaar zetten. Dus die zat er ook in. Nou ja. Wel grappig. Dan zat er van Wet n Wild een Natural Blend compact poeder in. Deze in de kleur Classic Beige. Dus dat is ook altijd wel leuk. Leuk dit er ook op. Dus dat vond ik heel leuk. Dan van Janet zat er een lipstift in. En dat is deze gele. Weet ik niet of dat ik dit ga dragen. Maar nou ja, goed. Maakt niet uit. Zoals ik al zei, je weet van tevoren ook niet wat erin zit. Van Janet ook deze nagellak. En dit is een beetje een witte kleur. Daar heb ik een kleurtje op. Nee, nails decoratie. Ja, het lijkt wel een beetje een poederachtige nagellak. Nou ja, kan best leuk zijn in combinatie bijvoorbeeld met streepjes of zo. Dus dat vind ik wel leuk. Ik had er dit poedertje in zitten en ik weet niet zo goed. Ik denk een soort pigmentjes. Er staat verder niks op, maar nou ja, hij is rood. Ik weet niet of het op de camera overkomt. Ik vind het wel leuk. Dan zat dit doosje erin. En hier zal ik ook even laten zien wat hierin zit natuurlijk. Heel goed verpakt. En dit is echt heel erg leuk, want hier zitten glam en glitter nagellakjes in. Dus je hebt vier kleuren nagellakjes. Kijk alleen al die dopjes hoe leuk die zijn. Een roze, een paarse, een grijze en een blauwe. Dat is echt super leuk. Dus je hebt echt wel, ja, voor die 5 euro heb je echt wel heel veel producten. Dat kan ik echt niet anders zeggen. Dan waren dit alle dingetjes die ik bij de huishoudbeurs heb gekocht of heb gekregen. Ik vond het leuk om hier een video over te maken. Ik besef wel dat het een hele ander soort video is dan wat je normaal van mij gewend bent. Maar ik vond het gewoon heel erg leuk om dit met jullie te delen. Ik heb echt een hele leuke dag gehad samen met mijn zusje. Het was natuurlijk super druk, maar het was gewoon echt heel erg leuk. Zeker voor herhaling vatbaar in de toekomst. Er springt nu een tas, een kat in de boodschappentas. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik ben eigenlijk wel benieuwd of jullie misschien naar de huishoudbeurs zijn geweest. Of misschien ga je nog, want zodra deze video online komt, is het nog een dagje. Volgens mij is het nog wat aanstaande zondag. Dus laat het me zeker weten. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je je gratis abonneren. En als je dan ook gelijk op het belletje drukt, dan blijf je op de hoogte van mijn nieuwste video's die dus eraan komen. Dan krijg je nog gelijk een melding zodra die online is. Ik hoop je bij een volgende video weer te zien. Doeg!